En voorzitter, 50PLUS vindt dat de pilot Oostvaardersplassen de grootste natuurlijke mislukking van de eeuw is. Het beheer en het dierenwelzijn, ook toen het nog onder de verantwoordelijkheid viel van het Rijk en SBB, Staatsbosbeheer, hebben in de ogen van 50PLUS gefaald. Het door de overheid en SBB negeren van de aanbevelingen uit ICMO 1 en ICMO 2 rapportages heeft geleid tot onaanvaardbare misstanden bij de dieren in de Oostvaardersplassen. Gebrek aan voedsel. En dat is heel iets anders, meneer Miske, als schaarste. Sterven van de honger is de meest vreselijke dood voor zowel mens als dier. Het rapport van Geel is alweer 3 maanden oud. En welke aanbevelingen heeft het college nu ter hand genomen? Weinig tot niets dus. Precies. Heeft het college 3 maanden slechts met zijn handen op zijn handen gezeten? Ja. Het rapport van Geel was al 3 maanden te laat. Maar dat kwam door de ontwikkeling in de Oostvaardersplassen, dus dat is wel begrijpelijk. Het college neemt een afwachtende houding aan. En over 3 maanden is het alweer winter. En dan begint de ellende weer opnieuw. Voorzitter, wij zien het hetzelfde. Het huis staat in brand. En de brandweer komt pas 3 maanden later. En het werd al genoemd, voorzitter. Het is crisis. En dan grijp je in. Onmiddellijk. Niet vandaag, nee gisteren. Yo, sorry. 50PLUS had daadkracht van GS verwacht en vooral van de nieuwe gedeputeerden. En 50PLUS betreurt het uitblijven daarvan. Of komt die laks uit voort omdat de Partij van de Arbeid nu in het college zit? Immers. De Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren vormden met elkaar een blok om vooral niets te doen. En dan durft GroenLinks hier nog te beweren met droge ogen. Kennelijk komt hij van een andere planeet. Ja, ja. Dat is allemaal niet geloven in de Oostvaardersplassen. Hoe durft hij? En dan ook nog, de natuur moet immers zijn beloop hebben, is uw mening. En de partij die het meest boter op hun hoofd heeft, is volgens ons de Partij voor de Dieren, voorzitter. 50PLUS is van overtuigd dat mevrouw Vestering van de Partij van de Dieren een koe bij een boer zou aantreffen in dezelfde erbarmelijke omstandigheden als de grote grazers in het OVP, dan zou de wereld te klein zijn. 50PLUS hoopt dat deze partijen op 20 maart volgend jaar door de Flevolanders en de buiten daarop worden afgerekend. Een stem op deze 3 partijen betekent immers een stem voor onnodig lijden van onze grote grazers in de OVP. Het enige waar wij daadkracht van gezien hebben zijn de organisaties, individuen en bekende Nederlanders die wel een groot hart hebben voor het welzijn van de dieren, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarom is 50PLUS van mening dat alle grote grazers uit de OVP kunnen, nee, moeten worden verwijderd door middel van herplaatsing of meer geleidelijk via contraceptie of in welke vorm dan ook. Wij hebben de grote grazers in de OVP niet nodig om de hoofddoelstelling van het gebied Natura 2000 vogelreservaat te halen. Hoofddoel is dat een stuk begraasbaar gebied van 1000 hectare voor de ganzen behouden blijft. De taken van de grote grazers kunnen dus niet net zo goed, zo niet beter, zowel mogelijk door cyclomaaiers, inscharen en seizoenbegrazing worden overgenomen. Te weinig budget mogelijk aanvullen. En als het te weinig budget is, voorzitter, zou het mogelijk via crowdfunding kunnen worden aangevuld. Er zijn dierenliefhebbers, zowel nationaal, internationaal genoeg, die daarin willen participeren, dunkt ons. Indien die volledige uitplaatsing niet mogelijk is, dan dienen tenminste alle hekrunderen te worden verwijderd door herplaatsing. Zij zijn, gezien hun geringe resterende aantallen, totaal ongeschikt voor de OVP. De andere grote grazers, als
alsdan blijvend terugbrengen tot maximaal 1100 minus de 180 afgevoerde hekrunderen. Provinciale Staten moet als beleidsbepalend orgaan maar eens een keer ballen willen tonen en bepalen dat de grote grazers in de OVP geen wilde dieren zijn, zodat ze adequaat veterinair medische verzorging krijgen en zo nodig kunnen worden bijgevoerd. Er moet wegens falend beheer en kennelijk eigen interpretatie van het door politiek vastgestelde beleid onderzoek komen naar de mogelijkheden om een andere beheerder aan te stellen. Indien uit dit onderzoek blijkt dat wisseling van de wacht niet mogelijk is, dan moet Staatsbosbeheer voor wat betreft de beleidsuitvoering, transparantie, onbevooroordeelde publieksvoorlichting en het creëren van draagvlak richting buitenwacht bij het beheer OVP onder streng toezicht gesteld worden met kwartaalrapportages aan provinciale staten over de resultaten daarvan. Dat is wat ons betreft het eerste termijn. Ik kom nu toe aan onze motie en één amendement, voorzitter. Het amendement zal ik alleen de wijzigingsvoorstel voorlezen. Dat betreft punt 6a. 6a staat nu het realiseren van beschuttingsmogelijkheden van 300 hectare voor een bedrag van maximaal 200 miljoen, et cetera, te realiseren. Dat willen wij gewijzigd hebben. Dat gewijzigd in het uiterlijk op 31 december 2018 gerealiseerd hebben van een substantieel deel van de beschuttingsmogelijkheden van 300 hectare voor een bedrag van 2 miljoen en de staten hierover in december dan ook mededeling te doen. Dat is de eerste. Dan kom ik tot de moties, voorzitter. Zal ik me ook beperken tot de dictum. De eerste motie die we indoenen. Alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen te verwijderen door uitplaatsing of contraceptie en de instandhouding van het begraasbaar deel van de Oostvaardersplassen door zomerbegrazing, inscharing en of maximaal maaien te bewerkstelligen. Dan een motie. Alle hekrunderen, die is wat lichter van aard als de een niet lukt, hè? Alle hekrunderen en koningspaarden uit de Oostvaardersplassen te verwijderen door uitplaatsing of contraceptie, zodat de reset op de hertenpopulatie door contraceptie en uitplaatsing kan worden verminderd. Dan een motie. Onderzoek te doen naar mogelijkheden om Staatsbosbeheer te vervangen door een andere beheerder en het resultaat van het onderzoek uiterlijk in september 2018 aan provinciale staten ter besluitvorming voor te leggen. Dan de motie. Aan provinciale staten uiterlijk in september 2018 een adequaat stelsel van controlemaatregelen op de uitvoering van het politiek vastgestelde beleid door de beheerder ter goedkeuring voor te leggen. Dan een motie. Ik heb er nog drie, voorzitter. Op korte termijn een zo nauwkeurig mogelijke telling, gedifferentieerd naar soort van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen, het Oostvaardersveld en de driehoek te laten plaatsvinden. Want als je niet weet hoeveel er lopen, weet je ook niet hoeveel je eruit moet plaatsen, voorzitter. Hij gaat lekker. Dan een motie. Ervoor zorg te dragen dat deze beschuttingsmaatregelen volledig en afdoende door een professioneel extern gespecialiseerd bedrijf voor 31-2018 zijn uitgevoerd. Er tevens voor zorg te dragen dat deze beschuttingsmaatregelen zodanig worden opgesteld dat het controlerend uitzicht door de burger op de Oostvaardersplassen niet te veel wordt belemmerd. En waarom een extern bedrijf, voorzitter? Wij zien het al gebeuren dat met een trekkertje
waar ook alle kadavers mee weg zijn gehaald, in een aanhangwagen worden neergelegd. En dan ga je geen 300 hectare kunnen aanleggen. Dat moet je echt door een professioneel bedrijf laten doen, is onze mening. Onze laatste. De grote grazers in de Oostvaardersplassen met onmiddellijk ingang de status gehouden dieren toe te kennen. En deze status in de mogelijk door derden aangespannen procedures op adequate wijze juridisch te bestrijden. Dat was het. Tot slot, voorzitter. Ja, de opmerking die mevrouw Luijer maakte over de parlementaire enquête. Ja, parlementaire kun je natuurlijk alleen maar in de Tweede Kamer houden. Maar ik wil u graag spreken na de schorsing, als de voorzitter dat toelaat. We hebben ook het recht van enquête in deze provincie. Dus daar wil ik u graag even over spreken. En wij overwegen daar in ieder geval nog een motie over in te dienen. Maar graag even overleg daarover. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel.